Dit is mijn man. Ja. Erik de Meijer was 34 jaar oud en werkte bij de fabriek. Hij was daar tevens commandant van de bedrijfsbrandweer. Er zijn twee vloeistoffen bij elkaar gekomen die enorm explosief waren. En de volgende dag, 's morgens even voor 10 uur, heeft er een enorme explosie plaatsgevonden. Zijn ketels ontploft. Erik de Meijer en nog twee collega's overleefden de ramp niet. Vandaag is het 25 jaar geleden dat de Cindy-ramp plaatsvond. Elk jaar vindt er op de fabriek een herdenking plaats, ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Maar u allen hier aanwezig leeft nog dagelijks met de gevolgen. En ineens heb je een enorme explosie. Het is 9:30 's morgens, maar het is eigenlijk nacht geworden. Ook directeur Marcel Hendricks was erbij toen de reactor ontplofte. Ik stond ongeveer 15 meter van de kern van de explosie af. Hij overleefde de ramp wel, maar ook bij hem liet de ramp diepe sporen na. Als je deze ramp hebt meegemaakt, dan creëert dat een hele kritische houding ten opzichte van veiligheid. Niets is vanzelfsprekend en dat je daar altijd kritisch in moet zijn. Nee, het is mooi. Mooi die plek om hier de mannen te gedenken. Het is heel fijn dat dat mogelijk is. Ja, vergeten zullen we ze nooit. Het blijft altijd een onderdeel van. We praten er ook geregeld over. Ze blijft altijd in ons leven. En dat zijn ook mannen die we absoluut nooit mogen vergeten. Heel belangrijk voor ons. Ja.